Hallo kijkers van Dagelijks de Kramer. Vandaag weer een splinternieuw video van GTA 5 Races. En vandaag ben ik samen met... Martin. Ja. En we doen weer stunt races. Dit keer maar twee. Want ja, ik heb zo meteen moet ik naar de tandarts. Dus ik heb niet zo lange tijd om op te nemen. Ja. En Martin vrijt niet om op F1 te klikken. Mooi zo. Want als het goed is kunnen jullie nu ook Martin scherm zien. Dus ja. Maar ik ben niet zo verstandig om die auto te kiezen, Martin. Want volgens mij is die niet goed in loopings maken met die bumper van je aan de voorkant. Daarom heb ik deze genomen, want deze gebruik ik altijd voor loopings en alles. Ja, dat is ook sneller. Hij volgt ook mij, hè. Pas dat hij de rode buis gaat nemen, pakt hij ook mij, die zwarte. Ja, kan toch. Ja, ik ga er vandoor, ik ga de buis omlaag. Wow, dit gaat wel heel snel. Oh, dit gaat snel. Jongen. En nu hebben we een hele grote val naar beneden. Ik ga vast een ontploffen of niet? Dat weet ik niet echt van hoor. Nope. En dan gaan we weer. We gaan weer naar beneden. Weer door de buis. En Martin loopt een beetje achter. Die heeft geen zin om snel te gaan rijden. Nee. Die neemt zijn tijd. Nee, mijn auto heeft geen zin om snel te rijden. Hey, wie bestuurt de auto? Ik. Mijn auto koop een paar oude snelheidsvissen. Sommige auto's zijn natuurlijk veel sneller. Godsamme, ik crash gewoon. Ja, ik ook. Ik crash gewoon ik volledig. Ook. Tegelijkertijd, we zijn broeders. Nou, liever niet. Misschien heb je gelijk. En nu gaan we omhoog. En nu weer omlaag. En nu weer omhoog. Al die buizen. Je ziet gewoon boven. Niet waar je heen gaat. Ik ga wel heel erg recht omhoog. En ik val nu naar beneden. Please, kom goed terecht. En weer ontploft. Ja, Martin. Tjonge. Ja, hoe moet ik dit dan weer doen? Gewoon niet. Oh, baba. Ik heb niks gezegd. Dit ontplofte ik. Ik vlieg zo op elkaar, ja. Ja. Ik stond daarboven, letterlijk. What the fuck? Dat is toch wel jouw custom auto? Ja, wel mijn eigen auto. Dat wel. Nou, dan moet hij toch al snel zijn. En nu ga ik weer de tunnel uit. En wat de fuck is dit voor baan? What the fuck? Ho! Ik vlieg weer uit de baan. Nou, en ik ontplof toch ook? Ja, maar je hebt tijd, toch wel. Omdat ik... Je loopt 33 seconden achter. Maar je hebt één keer geploft en ik twee keer. Twee keer. Ja, auto is natuurlijk veel sneller. Ik ook twee keer, hoor. Ik ook twee keer, hoor. Ja. What the fuck is dit nou weer? Nee, niet ernaast, nee. Oh, gelukkig. Net voor de finish, dit niet naast. Hopla. Oh, en nu kijken waar Martin is. Ik ga niet halen. Het is nu onzeker. Oh, arme Martin. Kijk, het is goed mogelijk zo. Is er Centorno? 10 seconden. En hij rijdt er gewoon volledig daarnaast. Hoe de fuck krijg jij dat voor elkaar? Ja, maar als je in het licht ga je, kan je niet makkelijker naar links of naar rechts. Dus ja, zo. Oh. In ieder geval, mensen, we gaan door naar het tweede potje. Alright, mensen, we zijn aangekomen bij de tweede ronde. En Martin heeft weer zo'n rare auto gekozen. Het zijn loopings en alles, Martin. En dan kies je zo'n lage auto. Ik heb een goede start in ieder geval.
En het is één ronde, want ja, ik moet zo te weg en oh, dat ging dan maar net goed. Oh! En ik val. Ja, ik ben ook een beetje verkouden. Dus sorry kijkers dat het een korte video vandaag dit keer is, maar hey, een video is een video, zeg ik altijd. En Martin neemt als goed is ook op, nu. Of niet? Ik heb nu een record. Ja. Ik moet hier, als het nu al om, dan moet ik hier even opnieuw opdrukken. Ah, die loopings zijn vervelend te sturen, joh. Poh. Oh, Martin, kreste jij dat nou ook? Ik pakte die speed niet, what the fuck. Ik voor mensen, dus dit is dus een korte video. En waar moeten we heen? Oh, daar. En ik heb met Martin in 2017, ik vlieg de laatste baan. Wordt het veranderd, dan is het niet elke week GTA 5 races, maar om de week. En ook om de week GTA 5 online gewoon. Martin beukt mij. Goeie moment. Dus laat het weten in de reacties als je dat goed vindt. Want ja, Martin's computer die wil eigenlijk niet zo echt meewerken met GTA. Dus ja, vandaar dat we het, ik heb gezegd van dan gaan we het wel om de week doen. Dus laat het weten wat jullie ervan vinden in de reacties. En dan gaan wij ondertussen door. Oh, wacht, John, dat wist ik niet. Maar hij heeft het niet echt zo compleet, want ik, als ik in spawn, moet ik ik overnieuw om F1 op te drukken. Dus, ja. Dus je hebt hier het volgende niet echt helemaal compleet en deze ronde ook niet echt. Weet je niet, soms doet hij het wel, soms doet hij het niet. Maar dat komt wel goed, want na deze opname zal ik wel even zeggen hoe je dat kan aanzetten als het altijd zo is. Want volgens mij kan je dat ook aanzetten. Maar ik weet niet zeker, volgens mij legt het dat aan. De ene keer doet hij het wel en de ene keer doet het volgens mij niet. En ik ben er bezig gefinished. Oh ja. Ik ben nog niet eens even. Dan rijdt Martin hoor. En hij is niet gefinished. Nee. Dan moet je toch wel redden. Nee. 7. Daar zie je nou alweer een record, is nu alweer weg. Je moet echt constant op F1 op drukken. Als ik respawned. Hoezo? Je was niet gerespawned, je reed toch? Nee, soms soms vaak kom ik respawnen. Dan moet je echt. Ja. Oh, in mijn schijf respawn je niet. En waarom staat er een bal? In ieder geval mensen, dit was het einde van deze video. Hopelijk zijn de opnames van Martin ook goed gelukt. Jullie zullen het wel zien. In ieder geval bedankt voor het kijken. Volg me ook eventjes op Twitter, @JohnDLG. En eventjes op Instagram, daar zal gamen. De linkjes staan in de beschrijving. En volg me ook eventjes op Twitch, dagelijks, dan gamen live. En voor de rest, ja, Martin bedankt. Voor het spelen. Zijn kanaal staat ook in de beschrijving. Voor de rest heb ik eigenlijk helemaal niks meer te zeggen. Dus dan kunnen we nog maar één ding zeggen. En dat is... Later! Later.